voor accepts. Uitzondering of aanvaarding. Marie is lief in de klas. Ze wordt geplaagd. Maar het gaat verder dan dat. Ze wordt ook gepest en zelfs uitgesloten door haar nieuwe klasgenoten. Dat maakt Marie verdrietig. Op een dag glimlacht een klasgenoot toch naar haar. Haar naam is Louise. Zij en Marie kunnen het goed vinden met elkaar en zij worden vriendinnen. Zou Marie lukken om toch vriendschappen te sluiten in de klas? En kan Louise haar klasgenoten overtuigen dat Marie toch een van hen is? Hier is EWB met hun oefening Exception or Acception onder leiding van Amber en Marten. Second, don't you tell me what you think that I should be. I'm the one in the same.